We zijn in het Cultuurhuis Heemskerk en er zijn hier heel veel muziekinstrumenten. Naast mij staan allemaal saxofoons op tafel. En Miklos, jij weet er heel veel van af. Deze, die zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Maar die is heel anders. Kan je daar iets over vertellen? Daar kan ik wel iets over vertellen. Dat zou je zeggen dat die anders is. De kleinste van het stel, alle twee, zijn sopraansaxofoons. Dat zijn de hoogste saxofoons qua klank. Hè. Die kunnen heel hoog klinken. Dit is een alt-saxofoon, een tenorsaxofoon en er ligt daar op de grond naast mij nog een baritonsaxofoon. En het gaat van hoog naar laag. En ze zijn eigenlijk een beetje vernoemd naar de zangstemmen. Het verschil hier tussen, dit zijn alle twee sopraansaxofoons, maar het verschil is, dit noem je een gebogen sopraan en dat is een rechte sopraan. Die was eigenlijk eerder. En later hebben ze deze ook kunnen maken. Kijk, die lijkt wat meer op de saxofoons zoals we ze doorgaans kennen. Qua geluid klinkt het ongeveer bijna helemaal hetzelfde. He, je hoort dat erg hoog klinkt. Ja. Nou, deze doet dat ook. He, dus je hoort wel iets verschillende klankkleur, zeggen ze dan. Maar ze zijn net zo hoog en eigenlijk net zo schel. Een sopraansaxofoon. Bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde, is misschien mooi gesproken. En deze, dat is ook de saxofoon waar kinderen les op krijgen, hè, bij het Cultuurhuis. Dit, als je heel jong bent en dan vaak ben je dan ook wat kleiner, dan is dit een heel goed saxofoon om op te beginnen. Inderdaad, dan beginnen we hiermee. Als je wat groter bent, kun je ook de alt-saxofoon gaan spelen, maar je ziet al, die is wat groter. Oh ja. En de kleppen, de manier van indrukken en ook de manier van blazen, het mondstuk met het rietje, ja, is helemaal hetzelfde. Het is alleen allemaal wat groter. Een rietje op, dat zetten we op het mondstuk. Ja. Dat zet ik op de saxofoon, want zonder riet... Oh ja, hoor je helemaal niks. Nee. En dat rietje, dat gaat trillen en dat maakt geluid. Maar zo... Veel mooier. Of niet? Veel beter. Nog een slagje groter. Dat heet een tenor. Ja, die klinkt echt al laag. Die klinkt al wat lager. Ja. Deze is de laagste van het stel. En als kinderen of volwassenen nou denken, leuk die saxofoon, ik wil op les. Hoe kunnen ze dat dan doen? Ja, dat is zeker een goed idee. Daar kun je via het Cultuurhuis Heemskerk kun je alle informatie op de website vinden. En je kan natuurlijk ook eerst even een proefles nemen bij mij. Dus ik zou zeggen, meld je aan en kom voor die proefles gezellig langs.